Ja, Mark de Rooij dus. Sinds 2016 trek ik de ketenaanpak medicijnresten. En omdat als je het over medicijnen hebt, ook al meteen de vraag wordt gesteld, waarom doe je het eigenlijk? Dan zal ik toch nog iets verder gaan op de stichtelijke woorden van Jelle. Dus ik ga eerst wat hebben over waterkwaliteit en medicijnresten. Waarom doe je het eigenlijk? En daarna ketenaanpak en wat gebeurt er allemaal? Nou, gaat het allemaal slechter. Vorige week, ik weet niet of jullie hem gezien hebben, ik weet ook niet of ik hem kan zien. Een stripje van Anton Dingeman kwam voorbij op Twitter. En het gaat voor mij vooral om het derde kadertje. Glas water, nee ongelukkige, water bevat medicijnresten. Dus je zou uit dit stripje kunnen denken dat het alleen maar slechter gaat. En volgens mij is dat niet het geval. Volgens mij gaat het namelijk alleen maar beter. Maar dat wil niet zeggen dat we niks moeten doen. We zijn in rond 1970 begonnen met de aanpak van waterkwaliteit met de wet verontreiniging oppervlaktewateren. Destijds was op heel veel plekken het water zwart. Nou, en in 20 jaar hebben we het van zwart naar groen gemaakt. Dat was heel mooi. En nu zie je op heel veel plekken dat het water toch weer helder begint te worden. Ja, er zitten wel wat dingetjes met normen uit de kaderrichtlijn, maar er gebeurt wat, er gebeurt veel. En wat je dus ook ziet als je het een beetje volgt, dan zie je gewoon maandelijks dat er weer een soort teruggekomen is op een plek waar die 50, 60 jaar weg was. En de rechts zien we dus de paai in de beek prikken. Voor mensen die mij kennen, die hebben dit vast wel vaker gezien. En daar hoef je niet voor naar een of ander exotisch watertje in Nederland, maar dat kun je gewoon vinden in Apeldoorn. Want daar heeft Van Leijen Veluwe die heeft de grift weer boven de grond gehaald. Dat was een beek die eerder was overkluist omdat hij niet te hachelen was. Dat wilden ze liever kwijt. En nu is die weer van zo'n mooie kwaliteit dat hij weer boven de grond kan. En zitten daar ook beekprikken in. En ik heb begrepen dat Van Leijen Veluwe daar ook in het voorjaar wel een dingetje om maakt. Of om heeft gemaakt in ieder geval. Om mensen te laten zien van kijk, dit zit weer in je water. En het is juist doordat al die soorten weer terugkomen, dat je ook weer, dat je eigenlijk weer wat meer eisen aan je water gaat stellen. Eisen die best wel boven de normen van de kaderrichtlijn uit kunnen gaan. En dan zou je kunnen denken van dat is een soort van eruptie nooit genoeg. Maar uiteindelijk zie je dat bij mensen ook heel erg aan de orde is. Dit is Amsterdam en daar rechtsonder zie je hoe die Amsterdamse grachten ooit zijn aangelegd. Dat is in de Gouden Eeuw gebeurd, 17e eeuw. Nou, heeft nooit iemand in zijn hoofd gehaald om daarin te zwemmen, want het was namelijk ontzettend smerig. Daar zat allemaal rioolwater op. En Waternet heeft in de loop der tijd al die directe lozingen van die grachten afgehaald. En nu, ze konden ervoor zorgen dat er minder doorgespoeld hoefde te worden of niet meer doorgespoeld. En mensen gingen erin zwemmen. En dan zou je kunnen denken, nou die mensen die zijn daar heel blij mee en die staan te applaudisseren onderaan het kantoor van Waternet en zeggen van jongens, jullie zijn klaar, goed gedaan. Maar nee, vorig jaar ging die niet door, want de waterkwaliteit was niet voldoende. Dus in plaats van dat mensen zeggen, nou goed gedaan, klaar, zeggen ze nou ja leuk, maar nu willen we zwemmen, maar nu willen we er ook altijd in kunnen zwemmen. En dat zag je ook in Friesland bij de zwemtocht van Maart van der Weijden, waar mensen toch wel teleurgesteld waren dat zij niet even een stukje met hem mee konden zwemmen. Sowieso zwemt hij ongelooflijk hard, dat konden ze sowieso al niet, maar los daarvan. Dus je ziet dat de waterkwaliteit verbetert, er komen nieuwe soorten, nieuwe functies terug en daardoor worden de eisen ook eigenlijk weer hoger. En hoewel dat enigszins paradoxaal klinkt, zie je het toch gebeuren. En dan is het eigenlijk ook, ja, dit is de Alblasserwaard in de jaren 20. Het is eigenlijk niet zozeer dat we nou naar een nieuwe toestand toe gaan, maar het is eigenlijk dat we een oude toestand weer terugbrengen. Want bij de behandeling van die wet verontreiniging oppervlaktewateren in de Kamer was Maarten Schakel, ARP-lid, die memoreerde dat terwijl het water op heel veel plekken zwart was, dat hij daar vroeger nog uit had gedronken, gewoon uit de sloot. Dus je ziet dat het eigenlijk niet zo heel erg lang geleden is dat die waterkwaliteit heel veel beter was. Goed, nou dat was dus een reden om met die ketenaanpak te gaan beginnen. En we hebben eerst het RIVM gevraagd om daar wat meer cijfers over op een rij te zetten. Als je daar vragen over hebt, Carolien zit daar in het midden. En ze hebben toen becijferd, het RIVM heeft becijferd dat er tenminste 140 ton per jaar in het water terechtkomen.
En dat daar effecten van bekend zijn, weefselschade, hormoonverstoring en gedragsverandering. En er was genoeg reden of genoeg kennis voor actie. Qua route is het ook nog wel altijd een interessante. Het gros van die medicijnen wordt gewoon door mensen ingenomen en daarna uitgepiest of uitgepoept. Ja, er wordt ook wel wat weggespoeld, maar als we het hebben over medicijnrestenproblematiek, dan is het eigenlijk gewoon wat er uit mensen komt. En als je dan kijkt van wat komt er dan aan bij die RWZT, dan is dat 90% wordt dan thuis uitgepiest of uitgepoept en 10% wordt in het ziekenhuis achtergelaten. En het is ook, we hebben een vergrijzende bevolking, dus de hoeveelheid medicijnen die we gebruiken, die stijgt. En dat zie je dan ook weer terug in de emissies ervan. En als je gaat kijken, dan vind je ook effecten in het veld. Die zijn in Nederland niet zo heel veel onderzocht, behalve dan het Loes-onderzoek in 2002. Maar als je gaat zoeken, dan zul je ze vinden. En er was laatst een onderzoek uit Duitsland, waarbij men inderdaad macrofauna had bekeken, stromenvaart van een effluent. Ja, daar zaten allemaal effecten. En toen die RWZT een tijdje uitstond, toen verdwenen die weer. Dus hier ook vanuit andere kanten bekeken, zie je dat er wel effecten zijn. Goed, tot zover de drijfveren en de redenen om er wat mee te doen. We zijn dus in 2016 begonnen met die hele keten in beeld te brengen. En dat is ook al met wat Jelle zei, van we hadden, je hebt eigenlijk al die partijen hier nodig om daar wat te kunnen bereiken. Dus dat is ontwikkeling, toelating van medicijnen, productie, dat gebeurt vaak in andere landen. Distributie, dan een heel grote wolk met voorschrijven en gebruik. En hier komen wij weer in beeld met een zuivering en drinkwater. En oh, er is ook nog iemand die het drinkt. Maar uiteindelijk is het grootste effect. Dus die meneer, het is die meneer, die drinkt, die hoeft daar geen effect van te verwachten. Je moet meerdere, en dan we hadden volgens mij een keer berekend, 7 Olympische zwembaden leeg drinken, wil je het equivalent van 1 pil binnenkrijgen. En dat is heel veel water. Meestal zie je alleen maar een 25 meter badje. Olympisch, dat is 10 banen breed, dus het is een stukje breder. Het is 25 meter lang en overal 2 meter diep. Dat is best veel. Maar dus die effecten in het milieu zie je gewoon wel. Het maken van deze plaat was eigenlijk best wel een klus aan zich. En dat had ermee te maken dat water- en zorgpartijen spreken elkaar nooit. Hier ook. Is er iemand uit de zorg aanwezig? 1. Welkom. Ik denk dat het is bijzonder, want meestal zijn er op dit soort bijeenkomsten zijn er geen mensen uit de zorg. En andersom, bij bijeenkomsten van de zorg zijn gewoon geen mensen van water. Dus het is niet raar dat ze elkaar niet spraken, ze kwamen elkaar gewoon nooit tegen. Maar het effect daarvan was dat er allerlei beelden bestonden die dan niet per se het probleem hielpen oplossen. Vanuit de waterwereld, jullie kennen misschien wel, is er zo'n foto met een hand pillen boven een sloot. Nou, dachten wij van we gaan die keten maken, dan is dit wel een goed beeld. En mensen die uit de zorg aanwezig waren, zeiden van ja, sorry, maar wij gooien geen medicijnen in de sloot. Wij maken patiënten beter. Oh ja. En aan de andere kant was het ook vanuit de zorg dat mensen zeiden van ja, wij gaan heel goed met onze medicijnen om. En als wij vloeibaar medicijnen over hebben, dan doen we dat op een milieuverantwoorde manier, verwijderen we dat. Dus het ene, het goedje zelf, dat voeren wij af via het riool. En dan spoelen we het flesje nog een keer om en dat gaat dan bij het oude glas. Dat is toch prima? Nou ja, dus je begrijpt dat discussie opbracht. We zijn dus in die ketenaanpak met heel veel partijen aan de slag. En als je er goed naar kijkt, dan zie je dat al die partijen op die plaat ook hierin staan. Dus dat is mooi. We hebben een aantal uitgangspunten met elkaar afgesproken. Om te beginnen dat we geen geneesmiddelen gaan verbieden. En dat klinkt misschien logisch, maar we hebben dat natuurlijk in het milieubeleid best veel gedaan met stoffen waarvan we last hadden. Die gaan we gewoon verbieden. Dat doen we niet met medicijnen. We gaan pragmatisch werken. Dus we kijken van waar zitten de problemen en wat heeft het voor effect om die ook echt op te lossen. Kom ik straks op een voorbeeld. En we handelen waar mogelijk, maar tegen maatschappelijk aanvaardbare kosten. Dus we gaan niet iemand het vel over de,
oren trekken. En een hele belangrijke, en dat is eigenlijk het hele Delta-aanpak. We gaan niet op elkaar wachten, maar we gaan aan de slag. En iemand zei dat ik dit vorig jaar heel erg had benadrukt, aan de slag. En volgens mij is dat nu wel heel erg aan de orde ook. Nou, we hebben de maatregelen in de keten aanpakt. Dus vorig jaar is het uitvoeringsprogramma naar de Kamer gegaan. Hebben we in drie groepen onderverdeeld. Dus ontwikkeling en toelating, voorschrijven en gebruik en afval en zuivering. Ontwikkeling en toelating, dat gaat met name over de farmaceutische bedrijven en de toelating in Nederland. Het onderdeeltje productie en distributie, dat is in hier eigenlijk niet zo'n probleem. Dat zit veel meer in India en in China. Dus daar hebben we wel iets minder, minder nadruk op. Wat doen die farmaceutische bedrijven? Om te beginnen zijn ze heel erg bezig om informatie te ontsluiten. Een Europees project ook. Ze zijn bezig om hun productieketen op orde te brengen. Dus dan heb je het wel weer over die effecten in India. Maar dat is met name iets wat die farmaceuten zelf moeten doen. Ja, dit is natuurlijk heel vaak de vraag geweest. Kunnen jullie niet groene medicijnen maken? Kunnen jullie niet afbreekbare medicijnen maken? Eigenlijk is het korte antwoord nee. Want op het moment dat ze, en dat is dan wat langer, als ze in de RWCT, als ze daar afbreekbaar zijn, dan zijn ze dat ook in je lijf. Je hebt je lever aan boord en die kan heel goed middelen, lichaamsvreemde stoffen afbreken en afvoeren. Dus dat is toch niet zo'n hele voorstelbare route. Wat doen we bij de toelating met CBG? Er is een pilot die staat op punt van publiceren over het ontsluiten van milieuinformatie. En we zijn verder in gesprek, maar dat is nog niet helemaal voor op slides al. Om na te denken over wat zouden zij nog meer kunnen doen. Want je gaat geen medicijnen verbieden, maar misschien kun je wel iets doen met de manier van toedienen. Dus laatst was er in het NRC stond een artikel over diclofenac, waar ook het gel nogal in de aandacht kwam. Ja, die farmaceutische bedrijven, dat is natuurlijk ook in die keten worden die vaak gezien als dat zijn wel de slechterikken. En het is niet alleen, ik kwam deze sticker tegen in Den Haag, farmaceutische industrie, nee bedankt. Ik dacht van wat moet je als sector gedaan hebben dat mensen zo boos worden dat ze energie gaan steken in het maken, ontwerpen en plakken van die stickers. Maar je ziet dat naast die maatschappelijke beweging, zie je dat er ook, dat zij worden ook, ze hebben ook weer verzekeringsmaatschappijen die hun risico's afdekken. En zij hebben ook stakeholders, of weet je dat, aandeelhouders. En je ziet dat er daar ook druk ontstaat. En ze krijgen vragen van, ja, gaan jullie dezelfde weg op als de tabaksindustrie? Dus er gebeurt echt wel wat. Nou, voorschrijven en gebruik. Om te beginnen, er gebeurt bij het ministerie van VWS al heel veel. Vanuit andere drijfveren, maar wij liften daar leuk op mee. Dus het gaat er over aanpak, verspilling, gericht voorschrijven en polyfarmacie. Die aanpak verspilling gaat met name over de vraag hoe zorgen we dat de zorgkosten niet stijgen. En die andere twee, daar heb je de medici echt mee. Dat gaat over gericht voorschrijven en polyfarmacie. Dat gaat erover hoe zorgen we ervoor dat, ja, er was laatst weer iemand van de Radboud en die zei, wij zijn een experiment aan het doen dat wij patiënten marineren in geneesmiddelen. En ja, dat is toch niet heel tof voor je nieren bijvoorbeeld. En dus dat is niet vanuit een waterkwaliteitsoogpunt, maar gewoon vanuit patiëntenbelang. Dat men zich afvraagt van ja, je bent ouder en je hebt iets van 15 verschillende soorten pillen. Is dat wel zinvol? En hoe, dat is een discussie waar wij alleen maar naar kunnen kijken en blij mee kunnen zijn. Want het gaat echt over het samenspel tussen arts en patiënt. Maar dat zijn wel ontwikkelingen die voor ons positief zijn. Nou, wat doen we vanuit ketenaanpak? We geven voorlichting aan artsen en apothekers. Dat gaat dus met name over dat niet wegspoelen. We zijn bezig om iets te doen aan de röntgencontrastmiddelen. Dat zijn middelen die in hoog gedoseerd worden, heel mobiel en heel resistent zijn. Of persistent zijn, moet ik zeggen. Dus op het moment dat je een patiënt dat spul geeft, dan ligt het 24 uur later in de wc. En 24 uur later bij de RWCT. Dus het is in 3 dagen ligt het in je water. En het gaat ook best om veel. 30 ton bovenop die 140. Nou, dan kijken we naar de aanpak van ziekenhuizen in den brede. Kom ik daar ook nog wat op. En psychofarmaca, hoe kunnen we ervoor zorgen dat er wat minder van die antidepressiva in de mensen komen.
En er gebeurt natuurlijk veel met het inzamelen bij apothekers. Dat is denk ik wel de meest succesvolle tot nu toe. Dat, nou, een tijdje geleden was het gewoon bij bijna de helft van de apothekers werd het niet meer ingezameld. En dat is nu, gaat het veel beter. Een voorbeeld van iets wat we niet doen, wat we wel onderzocht hebben, maar wat we niet doen. En dus dat is dat pragmatische. De vraag was vanuit de zorg, van moeten we niet iets met cytostatica, antikankermiddelen? Dat zijn hele giftige middelen. Met speciale protocollen om ervoor te zorgen dat alleen de patiënt ermee in aanraking komt en andere mensen niet. Nou, dat hebben we laten uitzoeken door het RIVM. Vormen die een probleem uiteindelijk in het oppervlaktewater? Het antwoord was nee. Green Deal duurzame zorg. Dat is dus ook initiatief vanuit de FVWS. Dat gaat over duurzame zorg. Er zijn 132 partijen die al getekend hebben. En ik zag deze week dat er nog weer mensen bijkomen, of partijen bijkomen. Vier thema's: circulaire economie, CO2, medicijnresten en gezonde omgeving. Dus wij maken daar deel van uit. Maatregelen zuivering. Nou, daar gaat de rest van de dag al heel erg veel over. Dus daar zal ik niet veel over zeggen. Het is wel... Wat we in die ketenaanpak wel gezien hebben, is dat we ons toch wel vooral gaan richten op een brede verwijdering van medicijnen. Of van medicijnresten, want we gaan ze niet verbieden. Er zijn ontzettend veel stoffen en dat zijn er eigenlijk te veel om die individueel aan te gaan pakken. Er zijn 2000 geneesmiddelen op de Nederlandse markt. Er was iets van 80, daar is wel eens een beetje onderzoek naar gedaan. En ik vind het eigenlijk doodzonde van mijn tijd, van onze tijd, om de energie te gaan richten op die 1920. Bovendien komen er steeds nieuwe stoffen bij. En we hadden ook nog iets met bijvangst van andere microverontreinigingen. Er is een hotspot-analyse gedaan, de overzicht van zuiveringstechnieken gemaakt. En daarom bent u hier. We hebben een bijdrageregeling, daar gaat Gerard straks wat meer over vertellen. Innovatieprogramma STOA, daar gaat Cora meer over vertellen, dus hoef ik ook niks over te zeggen. Dus, maar dat gebeurt allemaal hier. Dit is nog wel eentje voor de discussie. Als je nou naar een RWCT kijkt, dat is niet alleen maar poep en pies van mensen, maar dat is stedelijk afvalwater, dus dat is mensen, huishoudens, industrie en afstromend regenwater. En je zou, denk ik, lijkt me ook op een andere manier naar zo'n zuivering kunnen kijken. Niet alleen als zuivering, maar ook als een soort van spiegel van de maatschappij. We hebben een chemische maatschappij. We hebben in de hotspot-analyse geconstateerd dat de 80 van die RCT's beïnvloeden het water. En zou je dan die plekken niet moeten gebruiken om een vinger aan de pols te houden van wat komt er van de maatschappij in het water terecht, zodat we dat niet pas weten op het moment dat mosselen bij de drinkwaterbedrijven beginnen te klapperen. Dit is voor de discussie. Dan tenslotte, laatste slide, ketenbreed. Wij zijn ook nog bezig met communicatie. En nou, dat is eigenlijk wat ik mee begon, met die drijfveren. Dat is een reden dat we ook wat doen aan citizen science. En we zijn natuurlijk internationaal bezig. De Europese Commissie die komt, als het goed is, april, mei met een strategie uit. En we zijn het ook nadrukkelijk aan het agenderen in de stroomgebieden van de Rijn en de Maas. Dank u wel. Zijn er nog, er zijn vast vragen. Wie mag als eerste het woord geven? Dan loop ik eerst even naar achteren. Oeps. Val ik naar achteren. Ja, wat ik me afvroeg met die... je had het over de farmaceutische industrie en dat daar ook steeds meer beweging in komt. Dat zij zelf ook kijken naar wat dragen die medicijnresten nou bij. Wat ik zelf altijd wel lastig vind, is dat de ecotoxiciteit van heel veel medicijnresten gewoon niet bekend is. Of misschien wel niet bekend is, of misschien wel bekend is, maar niet wordt vrijgegeven. Waarom is er eigenlijk nog geen standaardregeling, ja, dat is natuurlijk heel makkelijk en voor de hand liggend, voor medicijnrestenontwikkelaars, dat ze ook een ecotoxiciteit van hun medicijnen moeten testen voordat ze op de markt worden gebracht? Ik vind dat, ja, dat gaat mijn petje te boven persoonlijk, maar dat snap ik nooit zo goed. Nee, dat begrijp ik. Moet ik nu reageren of wil je dat ding verzamelen? Ja, nee, geef. Nou ja, het is sinds 2006 moeten ze het wel. Dus alle nieuwe dingen die op de markt komen, daar moeten ze wel naar kijken. Alleen het probleem is dat juist veel van die middelen waar we echt last van hebben, die zijn al van daarvoor. Dat IPI-project wat voorbij kwam, daar zijn die farmaceuten bezig om te kijken van welke informatie hebben zij thuis liggen, zeg maar.
En kunnen we dat alsnog gaan vrijgeven? Daar zit dus wel ontwikkeling in, maar ik ben het met je eens dat het wat ons betreft, dus zeg maar watersector betreft, veel te traag en veel te langzaam gaat. Punt. En als je er heel veel meer over wil weten, dan Carolien Moermond, die weet er alles van. Ik zag hier nog een vraag. Dag, ik ben Reinie Kaas. Ik zit in het waterschap AGV, Amstel Gooi en Vecht. We doen nu heel veel voor medicijnresten, maar de microplastics, gebeurt daar ook iets mee bij het ministerie als een ketenaanpak? Want dat komt in onze voedselketen en daar hebben mensen in ieder geval veel meer last van, buiten de vissen en alles wat in het aquatisch milieu voorkomt. Ja, nou, het antwoord is ja, daar doen we ook wat aan. Dat zijn mijn collega's van DGMI. Ik zit bij DG Water en dat is dan DG Milieu, om het makkelijk te maken. En die zijn eigenlijk met hetzelfde soort aanpak bezig van wat gebeurt er, wat kunnen we doen, waar is het zinvol om te acteren. Ik heb daar afgelopen dinsdag toevallig nog een heel gesprek met iemand over gehad. Wat daar nog wel, daar zitten we eigenlijk nog een beetje meer aan de voorkant van het onderzoeken van het probleem. Want daar is de vraag, eigenlijk begint de vraag daar al van, hoe moeten we dat gaan monitoren? Hoe zorgen we ervoor dat we met elkaar hetzelfde meten, dus dezelfde uitspraken over doen over hoe erg is het? En, maar dit is, er is aandacht voor, alleen zijn we daar nog een stapje eerder in het probleem, in het onderzoeken van het probleem dan bij medicijnresten. Dankjewel, Mark. Nou, nog één laatste vraag dan. Dankjewel. Paul Versteeg, Hoogheemmaatschap van Rijnland. Wij zitten helemaal onderaan het gebied van heel Nederland en Europa. En de vraag was even, hoe ver staat het nu met de opwaartse aanpak? Buitenland, Nederland, is daar nog wat aandacht voor? Ja, zeker. Om te beginnen, helemaal aan het begin van de Rijn, daar zijn de Zwitsers lekker bezig. Die hebben met elkaar afgesproken dat ze een heffing van 9 frank, dat is iets van 8 euro per jaar per persoon doen. En die potgeld die gebruiken ze om daar om 70% van hun RWCT's aan te pakken. Dus dat is voor ons heel positief, want dat is gewoon een vrachtbenadering. Ze zijn lekker bezig. En verder zijn ook in Noord-Rijn-Westfalen en in Baden-Württemberg, dat zijn deelstaten die ook langs de Rijn zitten, ook belangrijke Rijn-deelstaten, daar zijn ze ook aan de slag. Dus dat is, daar gebeurt ook wat, ja. Dankjewel. We zullen daar straks ook nog meer van horen als Maarten van de Ploeg wat vertelt over wat doet het buitenland nu. Dankjewel, Mark.